Vanuit het Zeeuwse Ierseke brengt visgroothandel Adrie en Zoon de smaak van zee naar klanten in binnen- en buitenland. Van zalm en witvis tot diverse soorten schelpen en schaaldieren. De laatste jaren heeft Adrie en Zoon zich ontwikkeld tot een van de voorlopers binnen de visverwerking. Met Jansen als technische partner zijn er grote stappen gezet. De nieuwste vernieuwing betreft het realiseren van een verwerkingslijn voor grote kabeljauws. Ik ben vandaag weer Adrie en Zoon. We hebben zojuist langs de lijn heen gelopen samen met Emiel, de productieverantwoordelijke. Jansen Techniek is een hele betrouwbare partner van ons. We vinden altijd de juiste oplossing voor ons, dus we zijn heel blij dat we dit met Jansen mogen doen. Het verwerkingsproces begint met het ontboksen en onteisen van de kabeljauw. Daarna verwijdert men de kragen en worden de vissen overgegeven aan de opvoerband. De brede opvoerband transporteert de vissen omhoog, waar ze worden gebufferd. Een operator voert de vissen één voor één in de fileerlijn. Na het fileren gaan de rechter- en linkerfilets door de vellentrekker. Hier worden de vellen verwijderd. Voor het produceren van filet met vel kan de vellentrekker eenvoudig worden omgewisseld voor een dubbelbaans transportband. Deze twee machines zijn in een geleidingsframe gemonteerd, waardoor men in zeer korte tijd en met weinig inspanning de lijn kan omstellen. De kabeljauwfilets worden verdeeld over twee parallellopende transportbanden. Per band zijn er 6 werkplekken, elk voorzien van een in hoogte verstelbare ergo-step en een lichtgevende snijplank. De trimmers kunnen dankzij het achtergrondlicht ongewenste delen goed identificeren en verwijderen. Men snijdt de vis in porties en plaatst de geportioneerde producten op een ergonomisch en productvriendelijke manier terug op de productband, waardoor de structuur van de vis niet beschadigd. Na het trimmen en portioneren worden de producten van de band gehaald en in dozen gepakt. Als het juiste gewicht is bereikt, schuift de operator de doos van zich af, waarna het geëtiketteerd, geëist en gedekseld wordt. Klaar om door Adrie en Zoons eigen vrachtwagens naar hun klanten te worden gedistribueerd. Niet alleen het eindproduct wordt met zorg behandeld. Er is ook veel aandacht besteed aan het verwerken van het restproduct. Alle restdelen worden samen met het overtollige water onder het systeem opgevangen. Via diverse afvoerbanden en opvanggoten wordt het restproduct, waaronder kragen, graat en trimsels, op een centraal punt verzameld en onder vacuüm afgezogen. Mede dankzij dit systeem wordt er op een zeer hygiënische wijze gewerkt. Ja, ik vind het altijd mooi om te zien dat uiteindelijk, je begint met een schetsje op papier. Hè, dus je hebt een paar pennenstreken. En dan het hele team van Jans, Tanik en engineers en monteurs, die maken uiteindelijk er een complete productielijn van. En dat is zo gaaf om te zien. Uiteindelijk staat er gewoon een werkende machine en tevreden klanten, want daar doen we het uiteindelijk voor. De samenwerking was top. Het was best wel een uitdaging om alles in een zeer korte tijd te realiseren. Maar het is allemaal gelukt. Dus voor de mensen die aan de lijn staan is het fijner werken. De functie van de lijn is zo voor ons ontworpen dat we sneller en beter onze visverwerking kunnen doen. Ja, heel blij, heel blij. Ja, het is een hele verbetering. Als ik het één woord moet vertellen hoe het gegaan is, deze hele productielijn van het begin tot het einde, dat is subliem. Alles is perfect verlopen.